Dan komt uiteraard de vraag, want je had het net over energie en als je dat voelt en zo. Ja. Welke steen zou je mij aanraden? Goedendag dames en heren, dit is weer een nieuwe Marktfit. We zijn vandaag op de wielerbaan in Alkmaar. We staan vandaag op de markt in Vijfhuizen en we gaan eventjes lekker wat mensen interviewen. Is dan zeggen, loop mee. Een nieuw interview en we staan hier vandaag met... Tracy. Annemarie. Petra Barendsen uit Noordwijk. Totje Fruit, zo is het de naam van het bedrijfje. Oké. Nou hartstikke leuk. Ja, want ik liep zo langs je kraam en ik denk, ik zie zoveel mooie stenen liggen, maar wat is precies wat je doet eigenlijk? Wat ik doe is, ik probeer zeg maar de steen aan de mensen te brengen. Ja. Heel veel mensen zijn geïnteresseerd in vooral wat de steen doet en kan doen voor ze. Ja. En daar probeer ik dan even met een verhaaltje wat de mensen mee komen, te verkopen eigenlijk aan de mensen. Ja. Ik liep zo langs je kraam en ik dacht zo, ik vind het heel bijzonder. Maar wat doe je precies? Ik maak glaskunst en dat doe ik al 30 jaar. Oké. Ja, het is een beetje een uit de hand gelopen hobby van me. Oké. En daar kan ik mijn tijd goed mee vullen. Wat verkoop jij zo op je kraam? Nou, wat wij met name doen is tweedehands kleding of tweedekans kleding, zoals wij het liever noemen. Daar maken we een mooie selectie van de dingen die mensen doneren of winkels doneren. Oké. En daarmee proberen we zo'n hoog mogelijke opbrengst te krijgen voor Kika, Kinderkankerfonds. Oké. En ook nog wel voor het KWF naar onderzoek naar kanker. Maar dat hangt een beetje af van hoe goed de mensen ons gestemd zijn in de verkoop. Ik liep zo langs je kraam en ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het er zo bijzonder uitzien. Maar wat doe je eigenlijk? Ik heb een tijd lang kaarsen gemaakt. Die zie je daar staan. Ja. En daarvoor had ik dus deze blikken gekocht. Oké. Wat ik nu na een tijdje merk, is dat sommige mensen kaarsen niet leuk vinden. Ja. Of ze hebben bijvoorbeeld niet het geduld om te wachten totdat de hele kaars op is, voordat ze dat blik eindelijk hebben. Dus nu heb ik besloten om de blikken ook leeg te verkopen. Dus die zie je hier helemaal uitgestald staan. Ja, ik liep zo langs je kraam en ik dacht, wat is dit voor een bijzonder iets? Maar wat doe je precies? Ik gaf vroeger altijd bingo's. Wij hebben een tuin in de kroeg. Oké. Dat zijn bingo pakketten, maar mijn man wil zijn kroeg terug. Dus vandaar dat ik nou hier sta met die pakketten. Vandaar, oké. Hoe ben je erbij gekomen om dit zo te gaan doen? Ik ben heel lang ZZP'er geweest. Ja. En op een bepaald moment liep het werk terug. En had ik te veel tijd om handen. En moest ik iets bedenken. En toen dacht ik gooi het eens over een heel andere boeg. En ik ga kaarsen maken. Hoe gaat het nou in zijn werk eigenlijk? Het materiaal waar ik mee werk is natuurlijk glas. Ja. En jullie weten natuurlijk allemaal dat glas kan breken. Ja. En je kunt het snijden, je kunt het verpulveren, je kunt het verhitten. Ja. Je kunt het in een oven versmelten, dan gaat het aan elkaar plakken. En we kennen natuurlijk allemaal het glas in lood, het brandschilderen in de kerkramen. Zeker. Het is een heel erg oud ambacht. Ja. En ik hou me daar al 30 jaar mee bezig. Nou, en, mooi. Gaaf. Ik heb heel veel technieken onder de knie. Zit er ook een verhaal achter waarom jullie dit doen voor Kika? Ja, het verhaal is eigenlijk dat we een aantal jaren geleden al begonnen zijn daarmee. Gewoon uit interesse. Maar inmiddels, zoals iedereen, heb je natuurlijk ook in de bekende en de familie krijg je te maken met kanker. Mijn vader is inmiddels alweer 5 jaar geleden overleden aan alvleesklierkanker. Ja. Een jaar daarna was ik zelf aan de beurt. Toen kreeg ik de diagnose borstkanker. Daar ben ik gelukkig van hersteld. Ja. Dus dat houdt het eigenlijk levendig. Hè? We zijn ooit eens een keer begonnen gewoon puur omdat we zoiets hadden, we willen wat. Ja. En nu inmiddels, de doelen stapelen zich op. Ja. Maar je hebt ook echt mensen hiermee geholpen, zeg maar. Ik help nog steeds mensen hiermee. Ik heb vandaag bijvoorbeeld een mevrouw die komt naar mij toe. Ja. En ze zegt, ik zit hier en hier en mee. Kan je mij adviseren? Ja. En dan voel ik meestal vanwege de energieën kan ik aangeven, ik denk dat deze steen of die steen bij u past. En mensen die geloven daar ook in en die nemen zo'n steentje. Ja. Bent u nou iets bijzonders op zoek? Nee. Heeft u al iets leuks gekocht? Tafel. Een campingtafeltje als het goed is, hè? Ja.
Want u houdt wel van kamperen. Luister van in de boot. Heeft u al iets interessants gekocht vandaag? Nee, nog niet. Bent u wel nog naar iets op zoek? Nou, echt op zoek niet, want je weet toch nooit wat je vindt. Maar ik vind het altijd leuk om iets te ontdekken. Heeft u al iets interessants gekocht vandaag? Ja. Mogen we wat weten wat? Sorry? Mogen we wat weten wat? Ja, beeldjes. Mooie beeldjes. Ja. Heeft u al iets interessants gekocht vandaag? Ja hoor, een koffertje. Een koffer, oké. Okay. Ja. En wat u gaat op vakantie of wat gaat u doen? Nee hoor, ik ga het gereedschap ordenen. Dus gereedschap. Heb je iets interessants gekocht vandaag? Kussens van Riviera Maison voor €1. Oké. Dat is wel een koopje. En alles voor, heel veel kleding ook voor €1. En heeft u op eerdere markt bijvoorbeeld iets ontdekt, iets leuks? Ja, vaak. Ik vind het heel leuk om markten af te gaan en leuke dingen te zien. Dan komt uiteraard de vraag, ja. Want je had het net over energie en als je dat voelt en zo. Ja. Welke steen zou je mij aanraden? Welke steen zou ik jou aanraden? Ik denk dat ik, even kijken, zo op mijn gevoel ga ik voor de rozenkwarts. Ja. Ik weet niet waarom, rozenkwarts staat voor liefde, heel veel liefde, zelfliefde en liefde voor de mensen om je heen. En ik denk dat jij wel een type bent die dat wel doet en dat ondersteunt daarbij om zoveel liefde mogelijk te geven. Dus. En ik denk dat je daar wel helemaal gelijk in kan hebben, inderdaad. Ja, zeker. Uw man wil zijn kroeg terug, maar ik kan de verbinding niet helemaal begrijpen. Maar waar gaat het? Nou, ik heb een kroeg in de tuin en daar staat dus een biljart en een airhockeytafel. En daar stonden al die pakketten altijd op. Dus hij kon niks met dat biljart en met de andere apparaten niet meer. Dus die wou dat nou, die was dat zat. Nou, begrijp ik dat hem. Is het ja, nee, precies. Gewoon, gewoon een kroeg in de tuin. Ja, dat is wel, enorm gaaf. Ik kan natuurlijk. Heb je trouwens nog een tip of een weetje voor de kijkers thuis voor op de markt? Op de markt, ja. Wat ik altijd probeer te doen, is het toch een beetje te presenteren. Alsof het een mooie etalage is. Ik heb postertjes afgedrukt. Ja. Bij sommige dingen de prijs er al bij zetten. Want dat vinden mensen fijn. Ja. Dat ze niet de hele tijd moeten vragen, wat kost dat? Ja. Maar als jij al wat prijsjes aangeeft, is dat weer prettig? Ja. Heb ik gemerkt. Heb je trouwens nog een tip of een weetje voor de kijkers thuis voor op de markt? Een tip voor de markt? Hier? Ja, het is gewoon super gezellig en hartstikke groot. Ja. Ik kom hier af en toe, zoals vandaag, lekker een beetje opruimen. Ja. Wat te veel is, kan je hier goed kwijt. Ja. En het is echt een leuke snuffelmarkt. Ja, zeker. Ook wel inderdaad met mensen met inderdaad wat handgemaakte dingen. Maar ja, eigenlijk is het gewoon echt nog een ouderwetse vlooienmarkt. Ja. Waar je gewoon lekker kunt struinen en voor een habbekrats hartstikke leuke dingen kunt vinden. Heb je trouwens nog een tip of een weetje voor de kijkers thuis voor op de markt? Of voor stenen? Of... Volg je gevoel en je intuïtie. Heeft u trouwens nog een tip of een weetje voor de kijkers thuis voor op de markt? Een tip? Ja. Nee, ik zou het niet weten, nee. Gewoon met mooie spullen staan en lage prijzen, dat heb ik al in de gaten hier al. Dat is zeker waar. Je moet er bijna op toeleggen. Nee hoor. Nou. Heb je trouwens nog een tip of een weetje voor de kijkers thuis voor op de markt of voor Kika of... Nou, een tip is moeilijk te zeggen, maar steun het in ieder geval. Ja. Steun het in ieder geval, blijf het steunen. En iedere euro is de moeite waard om te besteden. Ja, nee, daar ben ik het allemaal met je eens. Dus mensen, als je nog een paar euro over hebt, steun het aan Kika. Want daarmee kunnen we die vreselijke ziekte de wereld uit helpen. Tof. Ja, hey, hartelijk dank. Dankjewel. Dank voor het interview. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Dit was Marktfit. Like, abonneer, druk op de notificatiebel. En dan zou ik zeggen, tot op de volgende markt. Tot de volgende keer. We zagen dat dit er was, dus vandaar dat we er zijn. En dan word je naar de markt. Ja, daarom. Ja. Dat is een leuke tijdsbesteding in plaats van zuipen op zaterdagavond. En je hebt helemaal gelijk inderdaad. Toppie, dank je.